7 jaar leiding geven aan het Nederlands Filmfestival is een mooie tijd. Het is voor mij ook na 7 jaar goed om een nieuwe stap te maken. En ik vind zelf dat juist als directeur van een filmfestival het goed is dat er onder zoveel tijd een nieuw iemand komt. Waarom nu? Het is ook heel erg gevoelsmatig, maar de afgelopen jaren is er veel bereikt. Het festival staat er goed voor, enorme professionaliseringsslag gemaakt, nieuwe dingen in gang gezet. En voor de nieuwe cultuurnota-periode hebben we een mooie financiële basis, een mooie nieuwe hoofdsponsor, weer betrokken bij het festival. Dus er is een tijd waarvan ik denk, het is mooi om het nu gedacht te zeggen. Filmfestival is een festival wat de nationale filmcultuur viert. En dat gaat over verhalen, over maatschappelijke verhalen die ons alle aangaan. Dus ik vind het heel belangrijk, en dat heb ik de afgelopen jaren ook altijd gevonden, is dat de vakwereld, de politiek en partners gewoon heel goed dat festival borgen. Omdat het niet alleen is het vertonen van films, maar het is eigenlijk die hele sector die zo'n belangrijke waarde is ook om bepaalde verhalen naar publiek te brengen. Ja, dat heel goed wordt ingebed door iedereen. Voor iedereen die het van evident belang vindt om ja, die Nederlandse film, die nationale filmcultuur gewoon goed voor het voetlicht te blijven brengen. In mijn leven gaat er veel veranderen, denk ik. Want deze baan, het is eigenlijk niet echt een baan, hè, directeur Nederlands Filmfestival. Het is vooral een manier van leven. Dat gaat gewoon dag en nacht door. En dus ik denk dat het rustiger wordt en anders. En ik kan dit werk ook alleen maar doen met heel veel passie. En die passie moet ik dus ergens anders op gaan botvieren. En dat vind ik ook het moeilijkste, denk ik, om afscheid te nemen van hele dierbare medewerkers. Want dit filmfestival doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je alleen maar met een ontzettend goed team van toegewijde mensen. En die hebben we in de afgelopen jaren echt met elkaar opgebouwd. En het laatste festival bewijst dat wel. Het liep op rolletjes. Het was heel succesvol, maar ook organisatorisch heel sterk.